Hallo, ik ben Arjan en welkom terug bij LEGO Star Wars The Force Awakens. We zijn hier met Poe Dameron en FN2187 op Jakku. Nadat er een enorme aanval is geweest door de First Order. En wij moeten de blauwe dingetjes volgen. Dat gaan we doen. Oké, we moeten een shuttle oproepen. Oké, nou, dat gaan we doen. Dus dat is dit. En dit. En dit. Dat klinkt goed. En daar kunnen we dus in. Nou, laten we dat doen. It's in a droid. A BB unit. Well then, if it's on Jakku, we'll soon have it. I leave that to you. En toevallig is Poe een ontzettend goede piloot, sterker nog de beste. Dus, laten we eens kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat ze die TIE fighters te pakken krijgen. You got a plan beyond not panicking? Yeah. One, we get to that TIE fighter. And two, we don't get blasted on the way. Oké, ik zie dat ze die kunnen opschuiven. Ik denk dat doen we dat maar. Maar dan. Nog verder. En dan kan hij deze kant op? Dat kan. En wat is dit? Give me a hand with this. Gaan we duwen? Oh, we gaan duwen. Ja, prima. En daar hebben we onze oversteek. En dit kan kapot. En hier gaan we wat van maken. Misschien wel weer twee dingen, wie weet. Nou, in ieder geval één ding. Een soort springplankje. Oh nee, een liftje. Hier hebben we een droid voor nodig. Dat zijn wij niet. Nee. Dus wij gaan. Oh, hier naartoe.
Wat kunnen we doen? Dat schip daar kunnen we slopen. Gaan we dat slopen? Nee, daarachter kunnen we wel doen. Maar daar kan ik nu nog niet bij. Dus we gaan even rondkijken. Hier wel. Dit trekken we eruit. Kom op. Yes. Dan duwen we dan die kant op. En dan hebben we daar nog één. Gaan we even hier staan. En dan halen we die ook los. Hey, daar is een droid. Een soort slaapstand. Oh, kom hier naartoe. Yes. En dan. Maken we dit kapot. En dat, of niet? Nee, we gaan hier wel wat van maken. Een R3PO. Nou, die hebben we vrijgespeeld. En R3PO heeft een rode arm. Of twee rode armen, wat ik wel interessant vind. Want C3PO, die had op een gegeven moment ook één rode arm. Dat is een beetje gek, was dat in die film. Jij kunt ons op een bepaalde manier helpen. Trouwens, kunnen we dit ook even kapot schieten? Dit, hè? Nee? Nee. Nou, goed. Dan gaan we eventjes met R3PO. Hier naartoe, want hier kunnen we wat doen. Hier op deze plek. Oh, gewoon die volgorde van boven naar beneden is het eigenlijk. 1. This stormtrooper requires that you charge up that speeder. Orders are orders. I should inform you that he said the drive unit is malfunctioning, so there may be unforeseen consequences to charging it. Dat is een enorme bende. We have intruders in the hangar bay. All units converge on their position. You know the idea of a distraction is to draw attention away from it, right? Stop the prisoner and the traitorous stormtrooper! But he looks just the same as us. Oh man, I just know I'm gonna shoot the wrong person. Again. Do not let them escape. All TIE fighters are in lockdown. We have to get up to that control room to release it. The grapple's got nothing to latch onto. Okay, we gaan hem even kapot maken. Think one of us can pull open that panel up there? We kunnen hier ook wat maken. Wat is dit voor iets? Hé, hoef jij eens op? Wat is dit voor ding? Ah, kijk eens aan. Zo komen we naar boven. Dan gaan we hier boven iets fixen. The intruders are attempting to access the control room. All nearby units respond. Goed, wat gaan we hier doen? Ah, kijk, daar gaan we. En nu, juist, en nu kunnen we dit ding gebruiken. Die kunnen we even slopen weer. En dan gaan we die daar weer opbouwen. En nu kunnen we wel wat doen. Nou, daar gaan we dan. Kijk, dat willen we zien. Dan bouwen we hem weer daar op. Dan kunnen we straks naar boven. Eerst even die gas neerhalen. Opgekoppeld. Oké, we gaan hier naar boven. Hier naartoe, deze kant op. We have a breach in the control room. Prepare for attack. Stop them! Hier kunnen we wat doen. You gotta free up the fighter. I don't have the access code. En jij dan? Hij wel. Oké, dan gaan we weer. Dan gaan we weer zorgen voor een stormtrooper. En zo. TIE fighters free. Let's go.
There's a lift through the back. Let's go. Okay, dat is dat. We gaan hier doorheen. Nog meer versterking. Yep. Oké, we gaan even schieten, denk ik. Oh, cool, wat jij. Die gast wel een beetje sterk. Jij. Hoef eens op. Ah, kijk maar. Oh, ga even deze kant op. Daar. Jawel, toch? Nee, niet vanaf hier. Dat ik kunnen we ook kapot maken. Ga even die kant op. Kijk, hier kunnen we hem wel pakken. Hij is weg. Oké, dan hebben we alleen hem nog. Ja, prima. Laten we dat doen. Oké, okay, jullie. Opgeroepeld. Aha, kijk eens. Kom op. Hoppa. En daar gaan we dan. Hij kan toch wel even kapot nu. Nee, eerst even deze jongens. Dat was die. Nou, hij nog. Er is nog eentje, daar. Oh jee. Wegwezen. Dat is die. En daar zie ik wat interessants, namelijk dit. Thanks. I should be able to scan it up close. Oké, wat gaat hij doen? Hij kan die scannen. Hij kan die scannen. Gaan we dat hier doen? Hij is even schieten, hè? Oké. Hier. Nu gaan we hier achter staan en scannen. Wat gaan we scannen? Dit. Ja. Zwakke plek gevonden. Dan gaan we dan. Eerst hem even weghalen. En dan gaan we die zwakke plek pakken. Ga eens weg. Ja hoor, dit wordt hem. Oké, okay, dat is één arm eraf. Nu hij, die andere arm. Nee, dat moet Podemmer dan ook doen. Eerst hem even neerhalen. En dan naar die kant toe. En dan scannen. Dat zal dezelfde plek zijn, denk ik. Yes. Nou, dan gaan we dan. Eerst dit ding. Hoppa. If we make it out of this hangar, I'll show you. Nou, laten we eens kijken. Daar is de TIE Fighter die we willen hebben. Let's do this. Now might be a good time to fire. We need to total that control room. Stop them launching any fighters after us. Oh, daar dus.
Then we should make sure there's nothing left to launch. Obliterate those ships! Doen we. Yeah, that's half of them. Dat zijn de helft. Oké, waar is de andere helft? Daar. En daar nog. En daarboven nog. That's all. Go, move. Dit is wel echt heel vet. Hey, die twee. Hop. En hop. Oké, even checken. Did you see that? Did you see that? I saw it. Hey, what's your name? FN2187. F? What? That's the only name they ever gave me. Well, I ain't using it. FN, Finn, I'm gonna call you Finn, is that alright? Finn. Yeah. Finn, I like that. I like that. I'm Poe, Poe Dameron. Good to meet you, Poe. Good to meet you too, Finn. Hop, slopen die dingen. 30. We moeten 30 uitschakelen. En die TIE Fighters natuurlijk nog. Eerst even boosten. Dit vind ik wel heel tof hoor, dit. Oh, ging ik nu zelf ook? Nee. Oké, dat ziet er gevaarlijk uit. I cannot see our blasters dead in that thing. Keep an eye out for special forces TIE fighters. They carry torpedoes. We get some of those on board and you can take out those generators and then hit the big gun. Whoa, more fighters incoming! Even goed kijken, want we moeten nu een zwak punt hebben. Dat is daar. Oh. Oh. Dat ging niet helemaal goed, nog een keer. En draaien. Oké, die torpedo's die hebben we nodig. Die liggen daar. Pak er eentje op. En we draaien weer om. Dit ding moet kapot. Het is allemaal nog echt knap lastig, maar wel heel 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 gaaf. Where are you going? We're going back to Jakku, that's where. No, we can't go back to Jakku. We need to get out of this system. I gotta get my droid before the First Order does. What is a droid? That's right. He's a BB unit, orange and white, one of a kind. I don't care what color he is, no droid can be that important. This one is, pal! Oh, you gotta be kidding me! That droid has a map that leads straight to Luke Skywalker. Hold tight, we got a missile on our tail. Gonna try and shake it. Opgekoppeld. Oh. And the goers on Badlands. They were going back for the droid. Send a squad to the wreckage. Bow!
Oh, cool. We gaan even verder met haar. Oké, even kijken hoe de besturing werkt. Hartstikke idee. Ja, gaaf dit zeg. Wat een achtbaan. Heel tof. We kunnen gewoon schakelen naar BB-8. Oké, leuk. Wat gaan we doen? Dit gaan we doen. Juist. En hier gaan we wat van maken. Choices. What's going to distract the luggage? Eerst daar maar eens even kijken. Een wortel. Achtige. Well, we aren't climbing out of here, so we'll have to get out through that Star Destroyer wreck. That should be the hatch's release lever up there. Oké, nou laten we dat doen, maar hier. Yeah, you bet you're helping. You're the reason I'm in this mess. Kan jij wat zien, BB-8? Nee, niet, maar zij wel. We gaan even zoeken. Hier is wat. Nee, hier, ergens in de buurt. Daar. Juist. Dat is het een of andere barst. En hier is ook wat. Maar daar kunnen wij niks aan doen. Goed, maar kunnen wij met die barst? Of kan iemand dat? Ja, hij kan dat. Now be nice and don't throw me off. It's a lugger beast. Basically docile, but you don't want to be near one when it attacks. Cool. Even aan de kant nu. En wij gaan hier wat mee doen. BB-8 gaat hier wat mee doen. Oké, dan gaan we dan. Deze kant op. Zo. If you want to help out, then can you charge up that circuit? De hele boel lazen uit elkaar. En wij gaan hier even naartoe. Hop, koepelt jullie. En wat gaan wij hier doen? Gaan hier naar buiten? Yes. Oh, dan kunnen we een paar hele toffe moves maken. Super cool. Even jumpen daarheen. En long gehaald. Kijk, BB-8, doe je ding. Gaan we weer. En dan kunnen we hier naar binnen. Wauw, dit is best groot. Kom jij eens op. Wat gaan wij doen hier? Ik ga hier wat bouwen. Iets voor wat? Dit gaat draaien. Ah, kijk eens aan. En daar hebben we. Daar kunnen wij wat mee doen. Kijk, kunnen we aan slingeren. En dan die kant op. Wat een vette moves hebben wij. Yes, we hebben het gered. Dit duwen we eraf. I told you I'd be back. Dat zei ze niet, maar. I'm gonna need your help again, okay? Hop on and use this. Oh, dan moet zij. Hij moet erop. En dan gaan we dan. Hopsakee. Hier gaan wij wat doen. Opgroepen jij. Jij ook wegwezen. Ja, we redden ons wel.
Thanks for asking. BB is ook een taaie. Wegwezen. Hé, hey, wegwezen. Hier is iemand bootkaas en eigenwezen spelen. Kunnen we hier wat mee? We gaan hierin. You should be able to get to an astromech access panel from up there. See if you can use it to find me a way up there. Doen we. We gaan even kijken, deze kant op draaien. Zo. En vervolgens dat. Oh, andere kant op. Yes. Yes, that's it. Kijk, nu kan zijn de boot. Ik weet niet precies hoe ze naar boven gaat, maar ze gaat vast naar boven. Oh zo. Cool. Hier kunnen we niet naartoe. Dus we gaan hierheen. Hier kunnen we ook niks doen. Hier naar binnen ook niet. The Tito's pick these things clean. Ah, we kunnen hier naar boven natuurlijk. I won't be long. Don't worry, I know these ships like the back of my hand. En dan gaan we weer. Vette moves heeft ze. Hier eraf. En dan. Kunnen we dit slopen. Dan gaan we hier wat van maken. Twee verschillende dingen die we kunnen maken. Eerst aan deze kant. Iets voor BB-8. Nee, ik kan dat niet gebruiken tot ik de kleine jongen hier heb. Precies, die is er nog niet. Maar we kunnen aan die kant iets maken. We kunnen drie dingen maken hiervan. Oh, wacht, daar nog iets. I'll make a way up the slope for you. Kijk, dit kunnen wij doen waarschijnlijk. All right, see if I can winch that TIE fighter up. Cool. En dan komt BB-8 naar boven. Nou, hoe mooi is dit zeg. You're welcome. I have a job for you. Want we kunnen twee verschillende dingen doen. We gaan daar op maken. Oké, okay, doe je ding. Ik weet niet wat er gebeurt. Ah, kijk. Even een bonusje pakken. Dat is ook leuk. Dat is ook leuk om te doen. Maar dat was niet waarvoor we wilden gaan. We gaan namelijk voor die plek daar. Die is ongetwijfeld voor de deur. The exit shut. Do you think you can open it? Gaan we weer. Oh, die kant op. Thanks. We should have a clear run from here. Cool. Where do you come from? Classified, really. Me too. Big secret. NEMA outpost is that way. Stay off Kelvin Ridge. Keep away from the sinking fields in the north. You'll drown in the sand. Don't follow me. Town is that way. In the morning you go. You're welcome. We hebben de ontsnapping aan de Finalizer voltooid. Ja, heel erg gaaf. Ook die dogfight zeg, wat tof was dat. En we gaan het verhaal vervolgen. Come on, the main settlement's not far. Goed, de volgende keer pakken we het hier weer op. Ik wil je bedanken voor het kijken. En tot dan. Bye bye. Thank you.